We zijn druk bezig bij ons in de voortuin. En ik ben best wel trots op mijn eerste creatie. Maar daar kwamen gisteren de maaien uit. Daar kwam dus de maaien uit. Daar heb ik echt een scheidhekel aan. Zie je nou? Ja. Ja. Nu hebben we een andere tegenvaller. We hebben date dag. Date day. Date day. Klopt. Zo, ik hoor jou gillen gewoon. Let's go! Dat je hartstikke trots mag zijn op je eerste sculpting. Dank u, dank u. Nou, ze zijn dus al druk bezig. Heilig dat is, welkom bij een nieuwe video. Ze zijn druk bezig bij ons in de voortuin. En de oprit. Kijk. Gisteren lag er een hele hoop. Dan zijn ze nu aan het verdelen over de oprit. En nu zijn ze in de voortuin bezig. Serge is ondertussen lekker aan het koken en flink aan het voorbereiden, want die heeft weer een late dienst. Ja, dus... Ondertussen is er iemand bezig met de waterpomp. Ja, het was dus geen lek. Het is een overloopje waarin vocht wordt afgevoerd. En die hing zeg maar horizontaal, waardoor het water niet de afvoer inliep, maar gewoon eruit. Ja. En dan blijft alles vochtig. Maar dat betekent wel dat we het moeten laten fixen. Ja, hij gaat het nu fixen, dan moet het drogen en dan moeten we foto's maken. En dan met de verzekering regelen dat er een nieuwe plint komt. En, alles wat er nodig is om het weer als nieuw eruit te laten zien. Ja. Oké. Je kunt er ook verder ervoor zorgen dat het niet zo spuit is. Ik zweet me kapot. Ik hou van kritische temperaturen, maar niet in huis. Nee, precies. Even een entrecootje ga ik... Even een entrecootje, is goed. Een entrecootje. 10:00 's ochtends. Lekker gemarineerd. Peper en zout. Ik doe er altijd een beetje citroensap op, zodat het vlees lekker los wordt en blijft. Want citroen lost een bepaalde aminovetzuur op of eiwit, waardoor die niet zo snel taai wordt als je hem bakken. Speciaal voor jou. Ja. Hey. Dankjewel. Kijk, nu wordt het helemaal klaar. Ga je ook gewoon bescherming op doen, Jessie? Goedemiddag, deze nieuwe dag. Appelpie is ook weer terug van werk. Ik heb vanochtend ook gewerkt. Ik heb dus de zilver weggebracht. En wat ik jullie nog wil laten zien, wat ik gisteren heb gemaakt, dat heb ik eigenlijk helemaal niet gefilmd. Maar ik had gewoon heel erg de behoefte om even iets te doen, alleen. Rust, alleen maar daarmee bezig zijn. En toen vond ik iets op internet wat mij heel erg leuk leek. Wat? Nee, niks hartstikke leuk. Wat? Wat dan? Wat? Nee, ik vond het gewoon heel schattig. Nou, toen vond ik dus iets op internet om te sculpten. Hoe noem je dat? Beeldhouden in het Nederlands? Beeldhouden? Sculpten? Is het ook beeldhouden? Valt het gewoon onder kleien? Ja, maar kleien vind ik echt zo lekker neerbuigend weer. Of is het gewoon kleien? Nee, maar ja, sculpten denk ik dan, inderdaad. Ja, het is ook beeldhouden. Ja. Nou, anyway, dat leek me heel leuk. Vond het heel schattig uitzien. En ja, daar heb ik dus een starterskit van gekocht. En toen dacht ik, oké, nu heb ik even de tijd om het te gaan proberen. En ik ben best wel trots op mijn eerste creatie. Ik dacht, ik ga iets, ik wil een klein vaasje maken. En toen zag ik iets van een vrouwelijk lichaam. Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel leuk om te doen. Ga ik proberen. En toen de achterkant. En toen dacht ik, weet je wat wel leuk zou zijn? Als ik niet daar billen van maak, maar dat ik aan de andere kant een mannelijk lichaam maak. Ik ben best wel trots op mijn eindresultaat eigenlijk. Het is nog niet af, want hij is aan het hard worden. Dat duurt 2 à 3 dagen of zo. En dan kan ik hem gaan, leuke pastelkleurtjes heb ik daarbij besteld. Om hem te gaan afmaken. Ik vind hem heel kunstig. Hij staat nu op het Italiaanse bordje. Kijk maar. Dank je. Dit heb ik dus gemaakt. Dit is de allereerste keer dat ik überhaupt zoiets heb gemaakt. Dus ik ben er best wel trots op eigenlijk. Kijk, en dan kan je dus hierin... kunnen dan kleine bloempjes. En wat heb ik dus gedaan? Ik heb dus eigenlijk twee lichamen aan elkaar gemaakt. Ja. Ik ben er wel blij mee. We kunnen vast dingen een heel stuk makkelijker en beter. Maar ik, ja. Ik kan er bijna... Nou, ik kan er een halve pink in stoppen, zeg maar. Dus dan kunnen we daar gewoon twee kleine bloempjes of zo in doen. En het is dus de bedoeling dat ik hem lekker ga kleuren met allemaal pastelkleurtjes wit en dan met pastelkleurtjes er doorheen. Maar dan ga ik nog even bekijken. Eerst moet hij dus eventjes hard worden. En ja, als ik zover ben, ga ik het jullie weer laten zien. Ondertussen is iemand bezig met het bedje van Jessie Silver. Want daar moesten nog twee kleine deurraampjes komen aan de zijkantjes. En ja, dat moest nog gedaan worden. Dus die is ook vandaag langsgekomen. Ja, ik ga een poging doen om de oprit... Oh ja, ga je starten? Nou, ik moet in ieder geval touwtjes trekken en kijken of dat het lukt om het afschot goed te krijgen. Ja, maar ik heb nu het idee dat hij daar omhoog loopt, nog steeds. Omhoog. Als ik nu naar de stenen kijk. Dat hij dus daar omhoog loopt in plaats van dat hij afloopt. Het zand bedoel je? Ja. Ja, hij loopt af, maar 3 centimeter. Hm. Vanaf de garage, en dat is eigenlijk veel te weinig. Ja. Ga eerst even wat eten? Ga eerst even wat eten. Ja. Onze buurman... met wie wij dus oprit, ja, we delen niet echt de oprit, maar onze opritten zitten tegen elkaar aan. En we hebben besloten om hetzelfde steen te gaan gebruiken. En Sergio die heeft heldhaftig gezegd, ik ga dat proberen om het zelf te leggen. En dan doe ik ook die van jou, buurman. Want zo is Sergio. Zo ben ik. Zo is hij. Dus super lief, maar ook wel echt super spannend natuurlijk. Want ook dit heeft hij nog nooit gedaan. En de buurman, zoals hij zelf zegt, heeft twee linkerhanden en het inzicht van een stoeptegel. Dus dat zou dan weer goed van pas moeten komen eigenlijk. Maar ja, ja. Maar die is dus wel gisteren al bezig geweest om in ieder geval de steen te verplaatsen. Om zijn steentje bij te dragen. We zijn al blij dat de voortaan... die ging per ongeluk, maar was wel leuk. Oh, dat is een beetje overbelicht. Ja, oké. Dit is nu de voortuin. En ik ben eigenlijk al blij dat hij nu gewoon een beetje opgehoogd is. En dat dat vieze zand weg is. Dat scheelt toch al een hoop. En kijk, daar ligt dan een deel. En dat loopt dus hier helemaal door. En het is nogal een opritje die we te vullen hebben, zeg maar. Dus ja, ik vind het spannend. Het is ook spannend of we genoeg tegels hebben. Ja, dan moet je dus wel even uit gaan zoeken, want ja, waarschijnlijk hebben ze dus te weinig sluitbanden die geleverd. Ja, en ik hoop überhaupt dat dit genoeg is voor ons en wat daarna staat genoeg voor, daar heb ik ook mijn twijfels over. En hij heeft gezegd dat hij ze voor beide heeft gestuurd, maar als ik zo naar de sluitbanden kijk, denk ik, weet je het zeker. Sluitbanden niet, maar qua stenen haal je het wel hoor. Nou ja, we gaan er vanzelf achter komen, maar dan moeten we dus wel eventjes... achteraan. En we hebben natuurlijk ook onze voortuin. Die gaat hij ook doen. Dus het is even kijken waar gaan we mee beginnen. Maar volgens mij moet je met de oprit beginnen. Ja, dus we hoefden niet bepalen. Nu hadden we natuurlijk onze mooie prullenbak goud geverfd. Gespoten. Die gaan we nog steeds wel gebruiken. Maar daar kwamen gisteren de maaien uit. Au, oh. Dan kwam ik dus de maaien uit. En we weten nog steeds niet hoe het kan. Maar er zal vast iets van vlees of fruit in hebben gezeten. Dat is ook gewoon... Zo heel lang zit het er ook niet in. Nee. En ik heb vorige week nog schoongemaakt met schoonmaakazijn en zo. 1 keer in de zoveel tijd doe ik dat. Ja, ik weet niet. Dat was echt... Ik denk, ik haal de zak eruit. Was dan niet meer vol, want vandaag kwamen ze een container legen. En ik denk, wat zie ik daar nou joh? En ik weet dat we natuurlijk van de week hebben we springhaan gehaktballetjes op. Ah, hou op! Yes. Ja, maakt niet uit, deze reet. Wie noemde mij dat? altijd zo. Desiree? Ja, nee, dat was... Oh, Desiree. Dat was iemand die... Hilbert? Hilbert. Panchito? Panchito en Desiree. Oh ja, Desiree, ja. Maar ja. That was time ago, ja. Het is een onderhondje. En ja, dus ik haal die zak eruit en toen zag ik ineens visvoer. Voor aan het haakje. Godverdamme ransel. Nou. Nou ja, maar goed, dat was niet de reden. Ik niet even van mijzelf gemaakt brood. We moeten tegenwoordig het afval scheiden. Nou. Daar heb ik echt een scheidhekel aan. Maar goed, alles voor de planeet. Ga je lekker met je woordgrapjes? Ja. Steentje bijdragen, scheidhekel. Ze zitten er gewoon. Gescheiden hekel. Gescheiden hekel. Ja, we hebben dus restafval. Groenten en ja, hoe zeg je? GFT, groente, ja, fruit. Thee. En de volgende? Tomaten. En groente, fruit, tuinafval. Alles tussendoor. Tuinafval. Tuinafval. De oranje? Oranje is papier. Nee. Nee? PMD. PMD, plastic. Materiaal? Plastic materiaal. En metaal. Oh ja. En drankpakken. Ja, ook zo lekker. Random eigenlijk, hè? Random. Ja, plastic, dat, metaal, denk... dat zijn ook grondstof en dan ineens drankpakken. Drankpakken, ja, had ik verwacht bij... karton. Karton. Ja, er zit schijnbaar iets van een metaallaagje in aan de binnenkant. Ja. En dan heb je dus inderdaad nog... karton en papier. Op mijn broodje, lekker. Oh, dit is echt vreselijk, sorry. Oh man, man, man. Nou ja, anyway. Nu had Sergio een poging gedaan om een soort van 2 zakken alvast in deze te doen. Maar ik zei, ja, dat is gewoon echt niet genoeg. En ik krijg helemaal error. Want dan zit ik met zo'n iets in mijn hand. Waar dus en plastic en karton op zit. En dan denk ik, moet ik nou echt daadwerkelijk... het dopje eraf gaan draaien of zo? Ik zou het eigenlijk een keer moeten filmen eigenlijk, want René gaat dan naar de prullenbak en er is net een robot die gewoon, ja, een soort van crasht. Die gaat dan naar de prullenbak en dan, ja, dat ding open en dan... Je ziet er net geen rook uit de moederbord circuit komen. Dan gaat het... En dan kijkt ze naar mij. Links, schat, links. Dat moet hij ook de hele tijd zeggen. Wat was nou links en wat was nou... Ja, althans, wat zat er nou links? Ja. En, nou ja. Super lief ook, want Jessie die weet het dus... Ja, ook soort... Ik weet het heel bewust snapt dat we een links en een rechts... Ja, zeg dan... Waar moet hij? Ja, dan zeg ik links. En dan, nou ja, 50% van de tijd gaat het goed. Ja. Nee, maar hij weet best wel goed wat links en rechts is vaak. Ja, ja. Ik weet niet of het gewoon goed gokken is of... Ja. Nee. Dat hij begint het te begrijpen, dat is wel heel erg leuk. Maar goed, dus we moesten een andere prullenbak, want ik denk het is wel leuk dat we dus buiten van die bakken hebben om te scheiden, maar we binnen niet. Nee. En dan willen we er ook nog eentje dan wel het liefst met 4, want aan 3 heb ik dan nog niks. Want dan denk ik, ja, als we dan bijvoorbeeld groente, fruit of zo, dan moet ik alsnog naar buiten lopen. Heb ik ook geen zin in. Nee, maar we hebben er dus niet met 4, hè? Dat meen je niet. We hebben met 3. Nee. Maar we hebben dus de rest... groente, fruit en tuin. En die plastic en een karton, die moeten we gewoon meteen naar buiten doen. Is dat prima dan? Maar weet je hoeveel karton en papier wij eigenlijk hebben? Ja, weet je hoeveel wij op het kom bestellen? Ja, maar... gewoon überhaupt met allemaal dingetjes. Maar ik dacht dat er nog een extra losbakje in zou zitten. Nee, dat was die andere. Die van die andere kleur. Waren het anders nog 2 verschillende prullenbakken? Ik weet het even niet meer, maar die ene was niet groot genoeg. Oh. Nou, oké, ik doe het er met 3. Ja. Maar ik word hier helemaal gek. Ik vind dat echt heel irritant gewoon. Ik wil alles gewoon in één ding. Ik bedoel, als je een container hebt, die ondergrondse containers, daar wordt ook niks in gescheiden, hè? Want ik wil afval, afval, afval in één. Gemeente, wat doe je met me? Wat doe je met me? Ik wil geen fruit of steen. Ik wil alles in één. Ja, dus ja. Lekker flauw weer. Ja. Maar het is al zo, die ondergrondse containers, het is niet dat ze die zakken open gaan maken. Oh, hier zit de plastic in. Oh, hier zit dit in. Daar mag je gewoon alles in dumpen. Maar dat gaat wel door een sorteermachine. Nou, dat kunnen ze toch bij ons ook doen? Ja, sorry hoor. Maar goed. Dus we hebben een nieuwe. Waar het op uitkomt is, we hebben een nieuw prullenbak, jongens. Gewoon zwart heeft hij gekozen, zag ik. We zaten te twijfelen tussen blauw of zwart. Ja, maar die andere was niet leverbaar. Oh, die andere was niet leverbaar. Nou ja, dan is de keuze voor ons gemaakt. Zo. Nou, het is wel een automatisch opengaander ding. Weet je wat we ook kunnen doen? Nou. We houden ze gewoon allebei. Hier beneden? Ja. Ja, dat kan ook. Even kijken of we de ruimte hebben. Maar we doen gewoon in één karton. En de andere op, ja. Hetgeen waar we de meeste van hebben. Toch? Niet? Ik denk er even na. Denk er even na. Mooi. Nou, komt-ie. Hé, daar is Tim. Doe je man Tim. Ja, dat is wel nice toch? Ja. En dan heb je daaronder twee. Nou, dan doen we de groene voor... Zie je nou? Ja. Ja. Wat? Nou, die hang je hier. Dus dan heb je hier een hele zak onder. En die is voor, voor iets wat je niet veel gebruikt. Nou ja, volgens mij moet dat wel daar. Dat zag ik op de foto. Ik denk dat je deze gewoon op je keukenblad kunt zetten. Oh. Maar ik zag ergens op een foto, zag ik eentje die dan hier zo tussen nog een minder diep groot ding had. Maar dan wel, nou ja. Ik denk dat we een bak gevonden hebben voor de koffiepads. Ja. Ik denk dat deze er wel bij zit. Ik denk dat dit gewoon extra is. Nou, even kijken dan. Daar ben ik wel blij mee, want de koffiepads zo is ook niks. Nee. Ja, dus die is daaronder dan. Zit op wieltjes, zo te merken. Ja. Is niet super diep. Maar goed, dan is meer vervangen dan. En deze gaat automatisch open, toch? Wat ook? Ja, nee. Ik weet nog niet hoe. Moet je niet gewoon indrukken, inderdaad. Moet er nog een batterijtje in? Ja, ik zag wel iets. Oh. Moet een batterijtje in. Echt toppie. Ik zag iets knipperen, dus misschien zaten er al batterijen in, dacht ik, maar misschien wel niet. Ja. Terwijl Sergio dus even batterijen aan het halen is, heb ik even de handleiding erbij gepakt. Maar dat doet hij nooit. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien op het plaatje. Maar zoals ik al zei, dat kleine prullenbakje staat hier toch echt afgebeeld in het grote ding. Daar. Uitneembare binnenbak van 4 liter. Voorzien van een deksel plus zakbevestigingsring, past in zichtbare openingssteun van het deksel. Gebruik voor huishoudelijk afval voor zowel binnen als buiten de afvalbak. Plastic of restafval? Ik denk vooral plant-based natuurlijk product. Kijk, Poepie. Zo kan je alsnog ook de dingen erin doen. Ja, dat is wel nice. Maar waarom niet op het aanrecht dan? Ja, omdat die al nu al helemaal vol staat. En dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. Oké, ja, het is sowieso een verbetering, maar dan misschien zonder deksel. Ja, kan eventueel. Ik ben sowieso wel blij mee. Ja. Ja? Dus laten we groen gebruiken voor GFT. Ja. Dat kan ik onthouden. Groen, GFT. Nou ja, net als de bak, de deksel van de Clico, die is ook groen. Oh ja. En dan is dit plastic. Plastic. Plastic, ja, PMD. Ja. Plastic, metaal, drankpakken. En dan deze cups, die gaan ook bij de plastic, hè? Ja, dus we laten de cups daar eventjes in uit. Ja, want het is sowieso te klein. Ja, maar het is sowieso te klein voor karton. Dus. Nou, we moeten maar even kijken. Misschien toch die gouden er ook nog bij. Nou, zet hem eens even onder ons mooie volgebouwde koffiecorner. 3, 2, 1. Oh, je moet nog snel zijn ook met dicht doen. Nee, maar ik drukte er nog niet in. Oh. Ah. De sensor. En dan gaat het dus wel vanzelf dicht. 3, 2, 1, go. Nice. Nou, zet hem eens even neer op zijn plek. Ik ben wel al blij dat we iets voor de groente, fruit en zo dingen hebben. Want nu loop je dan heet met zo'n banaan die dan half zo. Ook weer precies, hè? Jezus, hoe krijgen we het voor elkaar? Maar Jessie gaat dit iets leuk vinden, denk ik. Ja, ach ja. Oké. Vind jij ervan, Mo? Toppie. Nu hebben we een andere tegenvaller. En dat is namelijk dat waarschijnlijk Jessie hieraan is gaan hangen. Denken we. Dat hebben we niet gezien, helaas. Maar dit is dus een beetje losgegaan. En hij gaat gewoon heel stroef nu. Heel stroef dicht. En als we hem dus dicht doen... Dan moet je klikken. Klik. Maar dan schiet hij dus gewoon weer open. Want er zit ergens een bepaalde druk op. Dus... De creatievelingen onder ons. Misschien hebben jullie een idee. Ik dacht misschien W40 ertussen douwen. En deze weer vastplakken. En waarschijnlijk in het uiterste geval moeten we hier een nieuwe voor gaan aanschaffen. Maar ja, dat is dus wel een beetje jammer. Want dan staat hij dus de hele tijd open. Ik ken er ook nog wel bij. Hey, goedemorgen. Morgen. Het is vandaag, als het goed is, een leuke dag, want ja, we hebben datedag. Date day. Date day. Ja. Dat is echt heel lang geleden. Maar echt date day hadden. Er ligt iemand aan mijn benen. Ook lekker. Ik zeg, dat is echt heel lang geleden. Ja. Ja. Ja, we beginnen vandaag met dat jij de PC hebt weggebracht natuurlijk. Ja. Naar de opvang. Maar we gaan als eerste lekker naar de masseur. We gaan even een lekker full body massage met, en daarna acupunctuur. En daarna wilde jij even kijken of je je haar kon laten doen, hè? Ja, want ik begin een haarsmatje met de kralen, zeg maar, van nekhaar te kunnen. Om het goed in te burgeren. En dan gaan we even kijken wat we daarna gaan doen. Maar vanavond gaan we in ieder geval heerlijk uit eten. We gaan eerst uit eten. Volgens mij is het wel daar in het theater. had ik het idee. Die beachclub? Ja. Ik had het idee niet. Nee? Maar we zien het vanzelf. We zien het vanzelf. Maar ik had het volgens mij wel op de site van Aladdin. Ja, ze hebben een samenwerking. Je kon ook een Aladdin minuutje nemen. Oh. Maar hebben we. Nou ja, maar niet uit. We gaan dus lekker naar een of andere beachclub. En dat is eigenlijk een beetje een soort van tapas. Volgens mij. Zo begreep ik het ook, ja. Ja. Dus hopelijk is dat lekker. En dan gaan we daarna inderdaad naar de musical Aladdin. Want we dachten, het is nou eens even tijd dat we geld gaan uitgeven aan een herinnering. En niet aan alleen maar materiaal. Ja, goed gezegd. Goed hè? Ja. Ja. Even daaruit met z'n tweeën. Jesse Silver die gaat vanavond lekker slapen bij de moeder. Oh Joe. Ze willen er ook gewoon graag bij. Ja. Ik heb natte tenen. Ja, dus die, en voor het eerst bij mijn moeder in bed, zeg maar. Niet in zijn eigen kamertje. Nee. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat, maar had er wel zin in. Dus, ja, ik kreeg geen weerstand of zo. Nee, oh, maar ik moet het ook halen, zegt hij. Ja. Ja, dat betekent ook dat wij, als het goed is, morgen kunnen uitslapen voor het eerst weer. Een hele lange tijd. Zo. Ja, dus daar kijken we heel erg naar uit. Eventjes een break van al dat geklus en gekanker en... Wauw. Ja. Het is een werkwoord. Een normaal werkwoord. Ja. Ja, dus ja, hopelijk kunnen we lekker genieten. En jij was bezig met een smoothie? Ik ga beginnen met een smoothie vandaag. Oké. Okay. Want ik ben nou, om en nabij 2,5 kilo afgevallen. Ik ben ook een beetje aan het sporten en zo. Dus ik word wat... strakker. Alleen s'nachts heb ik het gewoon zo ontzettend moeilijk. Dan word ik gewoon wakker met een suikerzucht. Daar word je echt eng van. En dan loop ik gewoon met mijn slaperig hoofd bijna met mijn ogen dicht. Naar de lazo, pak een lepel en dan pak ik Nutella. En dan sta ik hier gewoon s'nachts met een lepel Nutella in mijn bek. Ik heb dat nou dus helemaal niet. Hè? Gedurende de dag kan ik bijna alles weerstaan. En dan s'nachts heb ik zo'n honger naar suiker. Dan ben je gewoon een beetje zwak. S'nachts. Gewoon een beetje, ja, ik weet dat je zwak bent, maar gewoon, je bent moe, je bent... Ja. Nee, wil je helemaal weer uit. Nee, je bent zwak. Nee hoor, ik zou jou niet zwak noemen. Ik vind het hartstikke goed. Nee, dat heb ik nog s'nachts niet, maar ik had wel heel erg dorst vannacht. Ja. Anyway. Ja, ik doe gewoon mojo na. Jij zegt het is lekker toch? Ja. Ik ga even lekker een profiel drinken. Ja, doe mij maar een bakje. Een lekker smoothie maken voor ons. Oké, maar je krijgt wel een zwart bakje, want mijn ja, dat is goed. Dat is op. En ik wil jullie nog eventjes nog een keer mijn creatie laten zien. Want die is, als het goed is nu, al iets harder. Ja, ziet er al wat harder uit. Had ik maar zo'n platte buik als zij. Zo, ja, dus ik denk dat ik morgen kan beginnen met verven. Ik denk het ook. Ik voel me echt zo'n, ja, hoe zeg je dat, echt zo'n tutje. Tutje? Een tutje. Omdat je aan het beeldhouden bent. Beeldhouden, schilderen, ik hou van gebreide kleding. Nee, dat is gewoon een leuke hobby te worden. Ja, ik vind het wel heel leuk. Ik ben benieuwd hoe het zich uitpakt en wat ik nog meer kan maken. Maar ik vind het wel een ding dat ik gewoon echt even lekker alleen daarmee bezig kan zijn. Ja, dat is leuk. Even uitzetten die gedachte. Gewoon even één taak en dat is gewoon dat kunstwerk goed krijgen. En de lijntjes goed. En, ja. We zijn ook blij met onze prullenbak, hè? Ja. Nou, en wat ik ook gewoon heel handig vind is dat die onderste bakjes, ja, die staan op wieltjes. Ja, die glijden heel goed, hè? Die glijden heel goed. Ja. Die hoor je er gewoon even uit en... ja, dat is inderdaad. En dat er gewoon zoiets simpels als dat er gewoon even een ander kleurtje bij zit. Om toch makkelijker te onthouden waar je wat ging doen. Ja. En we hebben ook al gebruik gemaakt van ons bakje voor de koffiepads, want Dat lekt altijd door het zakje heen. En dus nu hebben we een extra bescherming die makkelijker schoon te maken is dan zo'n hele grote bak. Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee. En om een of andere vraag was stond de druk van de boiler vanmorgen op 0. Oh. Dus in al dit positief nieuws, even een bericht nou, ik vond. Zorg. Wanneer waren die mannen nou hier? Ja. Was dat nou gisteren of eergisteren? Ja, dat is het juiste antwoord, gisteren of eergisteren. Ja. Maar eergisteren had ik niet gemerkt. Ik denk eergisteren al. Ja. Toen had ik niet gemerkt dat dat ding zo geluid maakte. En gisteren lag ik in bed. En toen was het alsof we de kraan open hadden laten staan in de badkamer. Zoveel geluid maakte de waterpomp. Het systeem van. Ja, en die zit dus natuurlijk zowel naast ons, echt in de kast. Nee, dat is de vloerverwarmingsdeler. Daar zit verder weinig in wat echt lawaai maakt ofzo. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Nou. Want het is gewoon boven geweest. En vanmorgen stond het ding op 0. Dus het zal echt inderdaad. Ik heb het niet gehoord, maar. Ik hoorde echt van links, hoorde ik echt. En van boven hoorde ik. Ja. Dus. Ja, er zat behoorlijk weer veel lucht in de leidingen, dus dat heb ik er ook uitgehaald net. Had hij dat ook gezegd, dat we af en toe de leiding eraf moeten halen? Of de luchtbellen eruit moeten halen, ja. Een paar keer? Zit je nou weer te doen? Zit je nou weer. Hetgeen wat weg moest, het kroontje van de appel, die gooi ik erbij. Gooi je erbij, ja. Slim. Ja. Nou, we gaan dus even een smoothie eten, drinken moet ik eigenlijk zeggen. En dan gaan we vandaag op de motor. We hebben in ieder geval niet de parkeerkosten, het is lekker weer ervoor. Is heerlijk. Dan denk ik dat ik maar achterop ga. Ga jij er achterop bij mij? Jij die achterop gaat. Hoezo, vertrouw me niet. Dat zeg ik niet. Dat zou ik ook niet doen. Nee hoor, maar jij bent wel eens achterop geweest bij mij gewoon. Ja. Dat weet ik nou, want het was een of andere Haagse Johnny daar op Leusduinen toen we aankwamen rijden. Ja. Toen zei ze van, dat zie je ook niet vaak of zoiets. Wat was het ook weer? Ja. Ik met mijn roze helm. Hij achterop. Nee hoor, rij jij maar lekker vandaag. Zo, we zijn even goed onderhanden genomen. Ik ben helemaal gesloopt. Zo, ik wou niet al gillen gewoon. Ja, ze ging mijn rug kraken. Dat was een beetje onverwacht. Overgevoelig vandaag was jij. Ik was heel gevoelig. Het was echt, ik kon niks hebben. Ze ging op mijn rug duwen en kraken en... Ons baan. Alles deed zeer. Terg zeer. Toen kreeg ik cupping. Dat ga ik nu niet op straat laten zien. Maar mijn rug is weer helemaal blauw. En, jawel joh, laat zien. Hé, hey, ons bang. Ja, dat zeg ik net. Oh. Ja. Ja, en we hebben acupunctuur gehad. Ja. We zijn echt van top tot teen onderhanden genomen. De kaak ook, want je merkt toch dat je soms vaak een beetje op je kaak zit. Doe jij dat ook vaak? Zo, ja. Dat, ja, dan merk je en halverwege dat je dat doet, dan denk je, oh, niet doen. En ik had echt gewoon een dikke bal hier zitten. En ook op mijn benen, dat je dat eigenlijk pas merkt op het moment... Dat je gemasseerd wordt. Heb je ook dat als je s'avonds ligt, zeg maar, voor het slapen gaan, dat je voelt dat je dit heel tijd doet of zo? Of dat je... Met spastisch doet? Ja, nee, nou, dat niet per se spastisch, maar dat aangespannen. Ja, dat is spastisch ook wel. Maar dat... Als hij in slaap valt, dan merk ik dat wel. Jij was net ook aan het snurken. Ja, hè? Ja. Ja, maar dat... Ik dacht, oké, here we go. Lacht hij daar met zijn acupunctuur. Ja, dat was bij die naald. Als dat net iets te veel ontspannen, ja, dan... Ja. Oh, maar het was weer fijn. We zijn nu helemaal loesjes. En Sergio die gaat zo even naar de kapper. We zijn even aan het wachten. En we zijn ondertussen eventjes gewoon lekker aan het rondlopen door de straat in het zonnetje. Mijn zonnebrillen zijn gesneuveld. Dus dat is een beetje jammer. Dat is niet fijn. Maar goed, we overleven het wel. We gaan even terug naar Gran Canaria. Ja, eigenlijk wel. Het was wel fijn. Het was een heel fijn resort, hè? Sowieso. Misschien gaan we dat wel een keer naar kijken. Het was een leuk animatieteam. Ja. Alleen toen hadden we Jesse Silver nog niet. Nee. Toen hebben we hem wel gemaakt. Klein knutsel. Een klein knutsel. Nou, we gaan even genieten. Zo, we gaan even lunchen bij Werelds Pancake. Ouderwets pannenkoekje. Ja. Dat is lang geleden, hè? Jij hebt hartig en ik heb hartstikke zoet. Ik wou net zeggen, dat heb ik nog nooit gedaan. Wat? Een pannenkoek hartig bestellen. Nee? Nee. Ja, ik meestal juist wel. Ja? Ja? Ja. Ik heb er wel heel veel zin in, zoet, maar... Misschien kunnen we helft-helft doen. Ik wil misschien wel een hapje van je proeven. Ik heb deze. Ik weet niet of ik bereid ben om de helft van mijn pannenkoek af te snijden. Pannenkoek met warme kersen, ijs en slagroom. Weet wat je afslaat, hè? Ja, en jij had spek en nog wat? Ja, spek, paprika, champignons, kaas. Een beetje jammer dat de Spaanse champignons erop zitten. En ik heb hem niet voor jou besteld. Nee, dat weet ik. Zit je haar goed? Ja, nice, hè? Eet smakelijk. Smakelijk zwetje. Zo, we zijn thuis. Je denkt, waarom zijn ze zo bezweet? Als je denkt, we komen thuis, we gaan even rustig douchen. Nou nee hoor, want er is ineens een Himalaya opgetrokken in de achtertuin. En om verder nog 15 centimeter af te laten graven, moesten wij eventjes de tegels weghalen. En het soort van zaagbankje, tafeltje wat ik heb gemaakt. Ja, ik zal het even laten zien. Laat jij het even zien, schat. Ik laat het even zien, oké? Okay? Kijk nou. Jessie wil daar heel graag in spelen, eigenlijk. Kijk, maar ze hebben het daar dus al recht getrokken. Dus dat vind ik ook al relaxed om te zien. Dus dat gaat hier dadelijk ook gebeuren. Maar we hadden hier van deze stenen even een paadje gemaakt. En dus die hebben we eventjes allemaal weer daarop moeten zetten. En dan hopelijk... kunnen ze zo ver mogelijk komen of dat ze misschien zo lief zijn om dit even te verplaatsen om ook de rest hier te kunnen doen. Dat zou fijn zijn. Na het lekkere eten in de stad zijn we nog eventjes... wilde ik naar de New Yorker om de sales eventjes te gaan checken. En we zijn niet verder gekomen dan de Snipes. Ja, en toen hebben we even schoenen gekocht, want dat hebben we natuurlijk nog niet genoeg. Maar we zagen deze gave schoenen voor Sergio. En deze voor moi. Ja, dat zijn echt kikken. Zijn cool, hè? Heel gaaf. Ja. Ja. Ik wilde ook gewoon even wat stevige schoenen voor mijn voeten hebben. Aangezien mijn voeten wat gevoeliger zijn geworden. En echte buffalo's. Ja, is dat een groot merk? Ja, zij zei het. Zitten de buffalo's lekker? Het zitten de buffalo's lekker. Ja, Ik heb er geen verstand van. Ik vind ze leuk of niet. Merk of geen merk interesseert me geen rol. Ja. Tadaa! Lekker groot, maar ook wel meer stevigheid. Dus daar ben ik blij mee. Misschien dat ik ze ook nog ga halen. Toch wel. Nou ja, volgende maand. Zo. Ja. Nou, we gaan even lekker douchen. En afkoelen. Misschien kunnen we... Doe normaal. Normaal, wat is going on? Het is er naar de boord geschoten. Maar misschien kunnen we even een jump doen in onze uitgaansoutfit. Wil je dat nog doen, ja? Nou, gewoon even in de kledingkast. Leek me logisch. Wat wil je dat doen? Weet je, want als wij in de kledingkast springen, dan hebben we gewoon sowieso... Nou, ik dacht, laten we een pirouetje doen. Pirouetje. Gaan we een pirouetje? Even kijken of het ook werkt in onze magische kast. Even kijken. Is goed. We gaan even kijken of onze magische kledingkast lekker werkt. Lekker. Abracadabra. Ik ga het gewoon proberen. Oké. Okay. 1, 2, 3. Oh, we're going to Aladdin. We're going to Aladdin. We're going to Aladdin. Da, 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 da. Are you coming with me? Are you coming with me? You're my genie. You're my genie. Rub the lamp. Rub the lamp. Oh my god. Let's go! Zo, zijn we dan? Ja. Bij de beachroom. Dankjewel. We beginnen met een lekker broodje. En het is een... hier ook van die elektrische vliegenmeppers erbij geven voor eventuele meeuwaanvallen. Voor een harpoen. Heerlijk lekker op Scheveningen, de boulevard. En we gaan een all you can eat doen met tapas. Ja, tapas is natuurlijk gewoon een kleine gerechtjes, dus ja. Ik weet niet, ik heb een beetje van alles, een beetje Asian en een beetje Nederlands en een beetje... Ja, en als eerste gingen we voor de carpaccio, ja. Garnalenkroketjes en... En beef tataki, dus ja. Met teriyaki-saus en een beetje zeewier. Maar eigenlijk is het ideaal voor jou, want jij kan nooit kiezen. Dus dan kan je gewoon alles gewoon proberen. Ja. Ik vind het leuk. En lekker weer, lekker buiten zitten. Helemaal top. Helemaal relaxed. En dadelijk lekker naar Aladdin. Ja, ik ben wel relaxed. Ja. Een goede energy flow. Zeker. Alles een beetje released. Ja. Goede knopen. Ja. Jij ook? Ja. Oké. Ja. Goed zo. Nou, we hebben heerlijk gegeten, maar we zitten echt knijtertjes vol. Bijna tot misselijk toe. Nou, en waar het ene sprookje eindigt, gaat het andere sprookje beginnen. Aladdin. Na 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 Maria Babua. Zin in. Wat ook wel leuk is, ik weet niet of je dat verteld had. Dat degene die Genie speelt, is een kennis van ons. Ja. Maar die speelt nou net vandaag niet. Precies, hij vandaag heeft net niet. Nog een dag vakantie. Maar misschien dat hij dat vanavond eventjes gedag komt zeggen. Ja. Hij woont in de buurt. Dat zou leuk zijn. Kennen we nog uit X-Factor tijd. Ja. Onze talentenjachttijd. Ja. Ja. Kijk nou. Zou die hier wonen? Hi Joe! Nou, dat was mijn een musicaltje wel hoor. Dat was leuk hè? Ja, oh. Het is nu donker, dus hij heeft er moeite mee. Maar het was echt super tof. Dus ga het zeker kijken. Je moet niet verwachten dat het 100% is zoals de film of de tekenfilm. Maar dat heeft dan ook wel weer zijn charme. Ja, dus dat moet je soms een beetje loslaten. Ja. Maar ja, nee, het was echt helemaal te gek. En ik persoonlijk ben fan van de Genie. En Jago. En Jago. Heel leuk. Maar Aladdin was ook leuk. We horen net dat het nog tot februari draait, dus ja. Gaat erheen. Gaat erheen, gaat erheen. Alibaba. Nee, het was echt super leuk. En we hebben Nigel nog weer even kunnen spreken. En die woont dus in Den Haag. Maar we gaan afspreken, dus jullie zullen hem vaker of vast een keer gaan zien. Vaker? Nee, niet vaker, maar vast een keer gaan zien. En ja. We gaan nu weer op de motor terug naar huis. Toch? Niet? Ik ga papa en mama nog even op stap. Ben je serieus? Nee. Even naar Pathé, naar de film. Dat kan wel. Ja, dan slapen we. Dan ga ik slapen hoor. Nou, we gaan op de motor terug. Veilig. En rustig. En rustig. Een hele goede morgen allemaal. Het is zondag. En het regent een beetje, dus ik dacht, wat is er nou mooier om te doen in de regen dan de oprit bestraten. Ik heb een begin gemaakt aan de buurmankant. En ik moet zeggen, het is veel meten en blijven meten en kijken of je nog wel recht gaat. Maar het valt me eigenlijk niet tegen. Eerst een paar bandjes gelegd in het Hongaarse puntverband. De stratenmaker die ik sprak van de week, die had er nog nooit van gehoord. Maar hij zei dat het vast wel een of andere nieuwe trendy naam heeft. Sluitband ingraven is wel heel intensief. Dat heb ik al wel gemerkt. Dus denk je van, ik zoek een manier om wat kilo's kwijt te raken. Ik ga sluitbanden ingraven. Jessie en mama die zijn lekker... Hoi. Lekker donker. Jessie en René zijn lekker aan het kleien. En daarom ga ik nu de camera overgeven aan Mijn schatje? Mijn schatjes? Een olifant. En dat is een olifant. En nou mist hij een poot. Hij mist een poot. Oh nee. De gehandicapte olifant. Nou, wacht even. Wacht even. We laten ze even zien voordat je ze allemaal sloopt, ja? Kijk. Nee, dat is mama. Oh, heb je de olifant op mama gedaan? Ja. En dan gaat hij lopen. Tinken, 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 tinken. Mijn olifant. Oh nee, zijn been. Ja, we zijn weer lekker creatief bezig deze ochtend. Ik heb nog nooit een baby-olifant op zijn moeder zien staan, maar ja. Nee, mijn poot. Help me. Oh, mijn knieën. Zo. Hey, Jessie Silver, hoe gaat het met jou? Goed. Ja, heb je nog koorts? Nee, ik heb echt geen koorts. Heb je geen koorts? Nee. Zullen we dat zo even meten weer dan? Nee. Want gisteren had je wel 40,2, hè? Gisteren had je ineens heel erg koorts, hè? 40,2 was het. Hij zit op haar vader. Ja. Vanmiddag was het nog 38,6 à 7. Wat doe ik nou weer onder het gezicht? Nou, hij voelt zich al wel wat beter. Dus hopelijk zakt het en loopt het niet op. Maar ja, meestal in de middag loopt het een beetje op, hè? Dus we doen lekker rustig aan. We gaan zo even weer in de boek kijken, hè? Oh, daar gaat de baby-olifant weer. We gaan zo even weer in de poel kijken. Even rustig aan. Even wat eten weer. En Sergio die is lekker hard bezig. De stapel die afgevoerd moet worden, die hebben ze blijkbaar verzameld voor onze deur. Dat is een beetje jammer. Maar ja, dat zal nog wel weggaan. Kijk, want zo moet het dus ongeveer gaan worden. Ook die ramen goor en oh. Ik zou wel echt blij zijn als we gewoon een beetje van dat zand af zijn. Want je hebt toch een beetje het gevoel dat je de hele tijd in een vies huis loopt. Dat is niet zo, maar ja. Je kan blijven stofzuigen, dweilen. Nou, die ramen daar ga ik niet eens aan beginnen. Want we zijn hier zo bezig nog, dat heeft geen zin. Maar ja, er moet nog zoveel gebeuren allemaal. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Maar hij staat rechtop. Kijk dat het groeit als kool, jongens. Met een kort kappertje. Niet om eraf te knippen, maar even bij te werken. Tomorrow, tomorrow. Nou, jij moet zo werken alweer. Allemaal late diensten, hè? Dat zijn we niet gewend. Nee, echt. Je had normaal gesproken dat allemaal vroeger. Anderhalve week al. Helemaal lijp van. En dat is dan gewoon niet zo gezellig, want dan is die dus 's avonds is die dan niet. Hij gaat dus middags al weg en dan komt hij pas om 9:30 thuis of zo, of 10 uur. Ja. Dus ja, dan eet hij ook niet mee. Dus veel meer alsof je niks aan je dag hebt dan, dan gewoon overdag werken, hè? Ja, want nou ja. Ik ben nu vroeg opgestaan met Jazz. En ik ben meteen aan de kook gegaan. Nee, ja, aan het koken gegaan. Ja. Ik ga maar een bloemkoolstampje maken voor Jazz. Bloemkool. En een broccoli stamp. En een pesto heb ik gemaakt. Dus pesto. Een entrecootje ga ik bakken voor ons, voor jou en mij. Jessie is niet zo van vlees. Daar heb ik roosterde groenten. Gewoon wat simpels. Gewoon wat simpels. Ja. Ik ben gisteren even verder gegaan met mijn kunstwerk. Creative. Hij is nog niet klaar, want hij moet nog even goed gedekt worden. Maar ik heb even één kant gedaan. Voor een eerste keer best grappig. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar hij moet dus nog even nog een extra laag, want hij is niet helemaal gepakt. En ik denk dat ik het aan de andere kant wat anders ga aanpakken. Dan doe ik eerst gewoon één hele kleur en daarna misschien kleurtjes eroverheen. Maar ja, dus dat is wel grappig. Ja, ik denk dat je hartstikke trots mag zijn op je eerste sculpting. Dank u, dank u. En ondertussen ben ik blij, want de berg in onze achtertuin is weg. Net als in het echt krimpt de Himalaya. Ja. Ook in onze achtertuin. Ja, dus ik ga hem even laten zien. Kijk, en dan kunnen we eventjes, ik ga even naar buiten. Mag mee, mama? Alleen als je je slippers aandoet. Ja, snap ik, maar niet met je blote voetjes. Dus doe maar even je slippertjes aan en dan mag je mee naar buiten. Zullen we dan een steen in de water gooien? Nee, ik wilde alleen maar eventjes aan de kijkers laten zien hoe groot onze tuin is. En dat het nu helemaal mooi recht is. Maar waarom mag je een steen in de water gooien? Nou, omdat je dan weer helemaal vies bent. We gaan dadelijk wat leuks doen. Dan mag je lekker vies worden, maar nu nog even niet. Wel! Nou, Jessie voelt zich gelukkig alweer een stuk beter. Nou, ze zijn dus al druk bezig. Maar het laatste deel is dus nu ook opgehoogd. Dus dat is super fijn. Dus dan zie je dus nu eigenlijk wat het helemaal moet zijn. Hier komt dus het schapenhek voor Jessie. En dit is ons... Tot hier, tot hier. Dat is ongeveer 9,30 meter, dacht ik. Dat is even op moeten meten. En dan helemaal woep, tot hier, ongeveer 12 meter. Maar het ziet er al zo anders uit nu het helemaal recht is. Dus vind ik heel erg fijn. Kijk, we kunnen nog even bij de buren spieken voordat er schuttingen worden gemaakt. Ze hebben hier even een kuiltje voor ons gemaakt, omdat ze dus dit niet weg konden zetten. Dus dan kunnen we dat dadelijk zelf vol gieten. Nou, ik heb even de tuin opgemeten en hij is een 9,82 meter breed. En 12,12 meter lang. Dus we hebben aardig wat tuin om op te vullen, zeg maar. Lekker toch? Lekker toch? Maar ja, we moeten even uitkijken of, ja, waarom die zo ver moet afgegraven, zeg maar. Dat betekent dat we weer heel veel juist moeten opvullen. Ja, zij doen dat met de gedachte dat je er 15 centimeter tegels op gooit. Zand en dan tegels. Maar waarom 15 centimeter? Is dat dan vastgegeven? Of? Ik ben geen tuinman, dus ik weet het niet. Want dat kost natuurlijk allemaal weer centen, jongens. Want het is zo dubbel, dan ene graven ze af. Om vervolgens moet dat zand weer... opgevuld worden. Ja, maar... Dat zwarte zand kun je geen tegels leggen, dus dat is een beetje... Nee, precies, maar dat zand wat ze dan weer afgraven, dat moet je dan weer af laten voeren, wat dan weer geld kost. En dat komt dan gewoon weer in iemands anders tuin terecht. Nee, nee. Jessie, dat is nog niet gaar. Daar krijg je buikpijn van. Wij gaan er voor nu weer even afsluiten. Hopelijk vonden jullie dit weer een leuke, gezellige vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien ook weer heel graag je reacties. Tot de volgende video!